Oké, yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we dus Stonehard spelen. Ik zei het al in die vorige video, ja, we gaan Stonehard spelen. Holy shit jongens, ik heb hier zo lang op gewacht. Ik ben al een beetje begonnen, maar daar gaan we niet mee verder, want daar ben ik al heel ver. Gaan we nu nieuw game. Single player, a brave band of... Okay, this story is a story of a brave band of settlers from the Ascendancy. Ga ik voor, denk. Want dat is denk ik wel het chillst. See, a prosperous and industrious kingdom seek new lands. And they set off to temperate. Temperate? Normal, denk ik. Ja, normal. Ja, deze hebben wel genoeg health. Ja. Ik denk dat ik toch voor een trapper ga. Dat is wel fijn, want dan hebben we ook wat meer eten. Dus ja, vind je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer hieronder op mijn kanaal. En ja. Ik denk dat we sowieso wel hier gaan, dichtbij het water tenminste. Ja. Want als we ver van het water afgaan, dan ja, is het heel droog. Wacht heel even, ik ga heel veel iets tegen mijn moeder zeggen. Want ze moet niet storen tijdens het opnemen. Snap je wel? Oké, yo mensen, ik ben weer terug. Ik heb tegen mijn moeder gezegd. En nu gaat ze ons niet meer storen. Dus nu kunnen we wel verder met het dingetje. Ik denk dat we hier gaan. Ja, hier. Oké, we gaan meteen beginnen met het harvesten van bomen. Zo, gaan we beginnen. Ik ging echt super snel de trap op rennen, daarom. Ik denk dat oude mannetjes wel het beste kunnen zijn. Maar ik denk dat Tippy is het beste kan. Ja, want die heeft wat minder health natuurlijk. Ja, is ook wat beter daarvoor. En nu kunnen we volgens mij... Oh ja, wacht. We moeten eerst naar wachten. Totdat die... Sorry. Kijk maar. Carpenter zo. Carpenter's workbench. Eentje maken daarvan. Moet sowieso even een stokpaal maken. Maken we gewoon even 10 bij 10. Dat is wel goed. Oké. Daar kunnen ze nu dan gewoon de spulletjes in doen, weet je wel. Gaan we bijvoorbeeld even naar een goeie man. Monty Elliot? Nee, Sen. Marianne, Bastian. Ik denk Monty. Monty Elliot. Even kijken. Ja. Click to approve. Ja. A strange bird. What do you want, strange bird? Banner. What shall we choose? Waar zijn die dingetjes? Oké. Nu kunnen we een trapper ding. Zo'n trappers.
ding maken. Die maken we ook even 10 bij 10. Small animal trapping round. Zo. En als die nu daarin gaan, dan worden ze gepakt in een soort van kooi. En dan kunnen we ze lekker gaan opeten. Nee, gaan we weer. Volgens mij kunnen we ze wel gebruiken voor eten. Maar ik weet niet. Ik woon in Almere dus. Dus dan doe ik natuurlijk ook. Doe ik de naam van de settlement doe ik ook Almere. En deze vind ik echt heel chill. Die heb ik. Dit is de eerste keer dat ik hem gebruik. Maar ik heb gelezen. Je krijgt 25% meer hout. En je krijgt nog. En je krijgt. Planter crops. De planten groeien sneller. En ze hebben 2 keer meer planten, volgens mij. 2 keer meer. Zo, even nog eentje bouwen. Nou, eigenlijk is het niet echt bouwen. Maar 18 bij 18 ook even zo eentje. Oh, wacht. Remove. 18 bij 18. Nou, dan doe ik hem 14 bij 14. Zo, doe maar. Zo. Dit is beter, want nu hebben we ook nog eens lekker 2 dingetjes. En we hebben ook nog eens heel veel hout, dus dat is ook wel heel chill. Ik maak nog even een stokpaal. Zo, even 15 bij 15 en dan gewoon alles. Want die zijn natuurlijk ook wel heel snel vol. Dus hebben we ook meer ruimte nodig en zo. Voor meer spullen. Want natuurlijk want ons dorpje wordt natuurlijk groter en groter en groter. Dus dat is wel heel leuk. En het is ook nog eens heel erg. Het wordt ook nog eens oneindig. Volgens mij is dit spel gewoon oneindig. Dus kan je niet uitspelen. Maar ja, volgens mij kan je het wel uitspelen, maar dan duurt het best wel lang. Dus dit wordt best wel een hele lange serie ook. Ja, en ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus doe dan alvast maar een duimpje omhoog daarvoor. En abonneer hieronder. En ja. Nu hebben we sowieso eventjes. Wacht, volgens mij hebben we de carpenter workbench nu. Die gaan we nu plaatsen. En dan, als die geplaatst is, kunnen we wat meer spulletjes volgens mij maken. Nou, kan je niet meer spulletjes maken, maar ga gewoon betere spulletjes maken en zo. Weaver spindle, nee. Wooden practice sword. En meestal dan maak ik heel veel stoelen. Maar nu ga ik gewoon even zo een paar hiervan maken. En heel veel bedden. Want voor onze mannetjes natuurlijk. En vrouwtjes. En dan hebben we ook. Kijk, nu hebben we een pelt ook. Pelt. En dat hebben we weer nodig voor. Vorige keer dat ik het speelde, toen kregen we niet één speld. Terwijl we superveel kilden. Dus heel superveel dieren kilden. Ook enemies en zo. Die kilden we ook. Maar ze pakten dat peld niet eens op. Dus dat vond ik wel gek. En toen werd ik ook een beetje chagrijnig daarover. En kunnen we hier ook wel even zo'n hele grote. Wacht. Remove. Hoppa. Kan je ook. Laat maar. Zo.
Nu gaat die trapper volgens mij nu heel veel traps plaatsen. Volgens mij kan hij ook. Kijk, deze. Kan hij volgens mij deze deers. Kan hij ook pakken nu, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. En nu gaan we hier ook nog even eentje plaatsen. Van 21 bij 21. En dan small animal trapping round. Zo. Oh, hij is aan het praten met het konijntje. Deze is aan het praten met het konijntje. Ik snap echt niet waarom die dat doet. Better. Nu moeten ze nog even buiten plaatsen, want we hebben nog geen huisjes en zo. Maar dat gaan we wel maken. Kijk, ik zal wel even een huisje maken. Dat is de Carpenter House. Dat is dus van het huisje van de maker. En die is, dat is best wel een mooi huisje. En die gaan we nu bouwen. En ja, nu is hij aan het bouwen. En ja. Gaan we bed plaatsen. Nog een bed. Kijk, ze gaan nu kaart aan de slag. Om dat huisje te bouwen dus. Ja. Kijk, en nu moet iemand dat bed gaan plaatsen. En dan kunnen ze wel gewoon gaan slapen, weet je wel. Hij is nu heel veel bedden aan het maken. Hij kan nu ook gewoon heel erg level up gaan. Level up, wat... nu kan hij ook gewoon level up gaan. En ja, dat is ook best wel fijn. En vorige keer dat ik dit speelde, toen was ik, even kijken, was ik hier volgens mij gaan wonen, had ik dit helemaal weggehaald. En ja... Maar dit is ook best wel een leuk plekje ook. Hé, hey, hier zit niks in. En hier zit een konijntje in. Oh. Dan hebben we wel wat pelt erbij ook. En ja, dat is ook wel chill. Kijk, die zijn nu het, gewoon aan het maken. En hier zit... Volgens mij... Oh, een eekhoorntje. Een eekhoorntje zit daarin. Dat is ook best leuk. En, maar daar hebben we ook, volgens mij krijgen we van eekhoorntjes ook nog pelt. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Dat is best wel goed ook. Ja. Even kijken of mijn opnames nog lopen. Ja. Oké. Okay. Namelijk. Maar, kijk. Jullie weten toch dat ik vorige keer... had ik echt hele korte opnames. Want ik had Bandicam als screen recorder. En daar kon je maar 10 minuten kon je maar opnemen. En nu zitten we al 13 minuten. Kijk maar, hier. 13 minuten. Dus dat is wel fijn. En als ik Bandicam ervoor haalde en drukte op minimaliseren op dat streepje... Dan stopte de camera ook. En dat vond ik niet echt zo heel fijn. Dus ja. Nu hebben we dat wel. Nu hebben we dat niet. Wat de heck. Ik weet niet of jullie dat zagen, mensen. Maar de trapper dus. Die pakte gewoon deze. En hij legde hem neer. Boom, hij is dicht. Nee, hoezo regent het nou? Dat vinden mijn mensen niet fijn. Nu hebben ze volgens mij... Nu gaan ze hout pakken. Zagen jullie dat alweer, mensen? Kijk, deze blonde... Dit blonde wijfie... Die pakt dus een blok... Loopt even. Oh, is te zwaar. Wat de heck. Dat heb ik nog nooit meegemaakt met Stoneheart.
En voor de duidelijkheid, mensen, ik weet niet of ik het al heb verteld. Dus sorry als ik het nog een keer vertel. Maar hij heeft dus. Ik heb Stoneheart wel vaker gespeeld. Dus ja. Ik vind Stoneheart is ook best leuk voor een game waar ook bijna alleen maar vierkantjes in zitten. Hier zit ook bijna alleen maar vierkanten in en rechthoeken en zo. Net zo eigenlijk in Minecraft, maar dan hoef je het zelf niet te bouwen. Dan gaan jouw mensen het voor je bouwen. Dus nu gaan we sowieso wel even Footman maken. Sen, Winset. Zo. Niet town info. Moeten we zo hierheen. Moeten we sowieso wel een herbalist maken. Dat is Marianne, denk ik dan. Change jobs. En dan herbalist. Zo. Daily update, please. Nee. Oh, shit. Wacht, volgens mij... Ik weet niet, maar... Volgens mij kunnen we nu al een... farmer's hoe maken. Nu hebben we ook farmer. Daar hebben we nu ook een farmer. Dus kunnen we ook meer eten maken ook. Ja. Ik moet even wachten, want hij gaat... Zij gaat nu de farmer's hoe maken. En dan kunnen we ook een farm maken. Dus hier hebben we hier de farm. En dan moeten we... Eerst moeten we een farmer zelf gaan maken. Dus ja, dat duurt denk ik voor... Hoe lang moet je wel zagen voor zo'n ding? Maar dan kunnen we ook eten krijgen meer. Meer eten, ja. Change jobs. Click to approve. Hey, farmertje. Carpenter gaat nu ook even werken. Aan zijn eigen huisje. Oh, dat vind ik echt grappig. Dan gaan ze gewoon zo. En dan doen ze een draai en dan hebben ze een hoedje op. Dat vind ik echt raar. Want dat kan natuurlijk niet in het echt. 11 bij 11, maar. Wat de heck. Wat is dat voor ding? Nu ga ik turnips maken. Turnip. Ja, en dan. Nog even één. Zo, en dan. Een pumpkin. Zo. Volgens mij hebben we later ook nog heel veel pumpkins nodig. Oh ja, volgens mij, ik weet niet zeker. Maar volgens mij komen er traders voor heel veel pumpkins. Dus ik weet niet zeker of we dan heel veel pumpkins nodig hebben. Maar ik doe toch voor de zekerheid doe ik pumpkins. Ja, dat vind ik wel fijn. Om altijd gewoon pumpkins te hebben. Almere online. Hey, Almere. Laat beneden in de reacties weten of je ook in Almere woont. Ik ben erg benieuwd gewoon. Ik weet niet zeker. Maar hier kunnen volgens mij ook gewoon vijanden komen. En die gebruiken het dan volgens mij als basis of zo. Volgens mij gaan die dat dan als basis gebruiken. Kijk, ik snap dit echt niet, maar... Hoe kan dat? Hoe? Dat snap ik echt niet. Hé, hey, zijn blij. Oké, we hebben een mooi begin gemaakt. Dus hierbij ga ik deze aflevering wel bij afsluiten. Dus thanks voor het kijken naar deze video. En later. Peace.